Jongens en meisjes, jongeren, ouderen, ja, de hele gemeente hier in de kerk of vanaf een andere plek met ons in verbinding, hartelijk welkom in deze dienst. Ook gasten in ons midden heten we van harte welkom. Voorganger in deze middagdienst is onze predikant dominee Mulder. We lezen uit de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 13 en dan de verzen 42 tot en met 52. En we staan stil bij de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 16. En de dienst heeft dan als thema door u alleen. De fysieke collecte in de dienst is bestemd voor de zending en evangelisatie en in het bijzonder het werk van de poster. De bankcollecte is voor de vaste kosten van de kerk. Deze kunt u overmaken op het rekeningnummer van de kerk, wat u kunt vinden op de zondagsbrief en op de website van de kerk. We maken u en jou er graag nog attent op dat straks na de dienst hier in de kerkzaal een sing-in zal worden gehouden waarin we God mogen grootmaken. Ook nu kunnen we al zingen tot eer van God en wel uit Psalm 96, de verzen 1 en 2. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk, maar ook als u online meekijkt of luistert, een gezegende dienst toe. Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die verkiest. In de naam van God de Zoon, die verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere
in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Vanmiddag gaat het over de uitverkiezing. U heeft misschien het artikel al wel gelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En wij weten dus uit de Bijbel dat God verkiest. En sommige psalmen geven daar ook iets zicht op van hoe God verkiest en wat dat dan betekent. Zo gaan we nu zingen uit psalm 33, vers 5 en 6. En dan zingen we aan het einde van vers 6. Het volk door hem tevoren, gunstig uitverkoren, tot zijn erf en lot. We zingen psalm 33, vers 5 en ook vers 6. Vanuit de Bijbel weten we hoe God verkiest, hoe God Abraham verkiest en roept om te gaan uit Ur. En hoe de
opvolgelingen, de nakomelingen van Abraham, het volk Israël worden. God verkiest dat volk om via dat volk zijn heil op deze aarde breder bekend te maken. En dan zegt Psalm 87 over de heidenen, mensen die er van nature buiten staan. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd. We zingen samen Psalm 87, vers 4 en ook vers 5, na de geloofsbelijdenis. Belijdt u het, dat jij het in je hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen in ons gebed tot God gaan. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij naderen voor uw heilig aangezicht. We komen tot u die almachtig bent, tot u die alles overziet, die alles doorziet en die ook ons kent tot op de bodem van ons hart. Voordat wij een woord gesproken hebben, Heere, u weet het. Voordat wij een gedachte hebben, u wist het al. En u kent ons door en door, in onze verlangens, in onze hoop, maar soms ook in onze angst en onze kwetsbaarheid. En wij naderen als kleine mensjes zo tot u, omdat het aan de ene kant voor ons soms is met schroom, en het besef hoe zondig we zijn. Maar omdat we van de andere kant ook niet zonder u kunnen. En omdat we iets van u hebben leren zien, iets van u mochten leren kennen, wat smaakt naar meer. Omdat we iets gezien hebben van uw macht en majesteit.
uw barmhartigheid en genade. En Heer, wij vragen u eerbiedig, geef ons zo'n dienst, dat we bevestigd mogen worden in uw liefde voor ons allen, uw liefde voor ons persoonlijk. Heer, we zijn hier om onze roeping en verkiezing vast te maken. Wilt u een goede dienst geven? Zegen in onze gedachten. Leid ons in onze gedachten. Zegen het spreken, ons zingen. Heer, dat wat via het orgel ten gehore wordt gebracht, Heer, zegen het, opdat uw kerk wordt gebouwd. Opdat andere mensen aan ons zien dat wij iets hebben ontvangen door uw woord, door uw geest, wat hier op aarde nou niet te vinden is. Machtige God, werk zo in onze harten. Als we twijfels hebben over het geloof, als we onzeker zijn of we er wel bij horen, wilt u ons dan versterken? Wilt u versterken wat u zelf heeft gewerkt? Wilt u bevestiging geven of onze ogen daarvoor openen? Omdat we niet alleen maar zullen zien op onze eigen ik en op onze eigen beleving, maar dat we mogen zien op de Heer Jezus. En in Hem nou alles vinden wat nodig is om houvast te hebben in leven en sterven. Machtige God, als we hier zitten met dankbaarheid, of misschien op afstand verbonden zijn, en ons hart is vol dankbaarheid, omdat U de God bent die in ons leven begon. Dan vragen wij U, Heere, geef dat het vanmiddag ook weer manna mag zijn voor onderweg. Dat we voeding mogen ontvangen. Dat we verder kunnen. Verder in onze weg van verwondering. Verder in onze weg over hoogte, maar soms ook door diepte heen. Verder in onze dagelijkse struggles. Maar ook in de mooie dingen. We danken u, Heere, voor uw trouw en goedheid. En u weet ook, Heere, als we er misschien buiten staan. Als we voor ons gevoel alleen nog maar kijken naar de kerk en het geloof een beetje op afstand beschouwen, geef dan dat vanmiddag het dichtbij mag komen. En dat we merken dat u spreekt. En laat het dan zijn dat wij als gemeente horen. Heere, zegent u zo het evangelie wat deze wereld rondgaat. Zegent u mensen die uitgezonden zijn in uw dienst. Roep mensen, zend mensen en bekwaam ze om met vreugde u te dienen, u te volgen. En bouw ook zo uw koninkrijk in onze Pnio-kerk. Als wij in onze traditie staan en zo de weg achter u aangaan, zegent u ook ons. Als vanmorgen de talstelling afgekondigd is voor de ambtsdragers, als we nadenken over de situatie in ons kerkverband, als er binnenkort een convent zal zijn, Heere, wij vragen u, laat het niet zijn tot afbreuk, maar tot opbouw. Heer, en als er misschien mensen zijn die nu nog niet door u geroepen zijn, maar misschien wel kwaliteiten hebben, Heer, roept u ze dan om in uw dienst zich in te spannen. Maar zegent u ons ook op ons gewone werk, in onze gewone dagelijkse bezigheden, of we een gezin hebben of we alleen zijn. Heer, geef dat deze dienst mag bijdragen aan toerusting, mag zorgen dat wij vrijmoedig getuigen over wie u bent, in onze woorden, met onze handel en wandel. Ja, geef het andere mensen dat mogen horen en zien, opdat ze daardoor u, de Vader in de hemel, zullen verheerlijken. Heer onze God, we beseffen dat wij ten diepste nergens recht op hebben. Maar het is al iets van uw verkiezende liefde dat wij deze dienst mogen beleggen. En wij vragen u, Heere, wilt u ons vanmiddag overladen met uw gunstbewijs? Wilt u naar ons doen met uw barmhartigheid? Vanuit uw warme hart, uw kloppende hart van liefde voor zondaren. Heer onze God, en als er dan zijn die ja, misschien een blokkade ervaren in hun leven, breekt u daar doorheen, Heere. Niets is toch te wonderlijk voor u. Voor ons zijn er soms onmogelijkheden. Maar Heere, niets is toch onmogelijk voor u. En dan, Heere, dan weet u ook dat er onder ons verschillende zijn die denken aan hun ouders, kinderen, kleinkinderen, van wie ze zo graag hadden gewild dat ze ook bij u zouden horen en met u zouden leven. En van harte geloven. Heer, ze gaan zo'n andere weg. En hoe kan dat nou? Is de opvoeding bij de een dan beter dan bij de ander?
Heer, u weet dat het allemaal uit ons tekort is. Wij zijn zo gebrekkig. Maar Heer, toon toch uw liefde. En zou u mensen die nu nog buiten staan, met de rug naar u toe staan, zou u ze willen inwinden voor het machtige evangelie van u, omdat ze ook houvast hebben in het leven en eeuwig leven in mogen gaan. Heer onze God, wilt u zo uw koninkrijk bouwen, ons vanmiddag een goede dienst geven. Zegent u de kinderen, als ze bij de oppas zijn, de kinderen bij de parel, en leidt ons in alles, Heer. Zegent u de gaven die we mogen afzonderen voor uw dienst. We leggen het in uw handen, opdat u het verheerlijkt voor uzelf. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, ik heb geen kinderbijbel bij me, maar wel een plaatje uit de kinderbijbel. En als je dit plaatje ziet, en je weet, dit is iets uit de Bijbel, en je denkt misschien wel na, ik zie dit plaatje, ja, voor welke geschiedenis zou dat eigenlijk gaan? Wie heeft een idee? Als je dit nou op je in laat werken en je ziet die twee mannen met, ja, dat hout. Welke geschiedenis zou dit nou zijn uit de Bijbel? Wie heeft er een idee? Ik zie een aantal heel hard nadenken. Sommigen denken, kies mij maar niet dominee, want dat vind ik een beetje spannend. Hè? Ja. Ja, zeg het maar. Dat de Heer Jezus aan het kruis wordt gehangen. Inderdaad, dit zijn die twee misdadigers aan het kruis. Althans, nu nog niet. Ze lopen richting het kruis en daar zullen ze aangehangen worden. En dan gaat het me vooral hierom. De Heer Jezus hangt in het midden. Die twee mensen ernaast, twee misdadigers. Die hangen daar niet omdat ze nou iets heel kleins gedaan hebben. Dat zijn misdadigers. Daar hangen ze. En het aparte is dan dat ze allebei nog spotten met de Heer Jezus. En op een gegeven moment is er eentje die zegt: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En dan zegt de Heer Jezus: heden zult u met mij in het paradijs zijn. Die andere, daar hoor je niks van. En eigenlijk gaat het vanmiddag daarover. Hoe komt het nou dat de een zegt, ik ga wel geloven, en de ander niet? Hoe komt het dat de een zegt, Heer Jezus, ik heb u nodig, en de ander zegt, ik heb u niet nodig? Wat is dat? Ze hangen allebei naast Jezus aan het kruis. Je zou ook kunnen denken aan Orpa en Rut. Naomi vertelt tegen allebei haar schoondochters over de Heer. En ze lopen allebei een heel stuk mee. En op een gegeven moment zegt Orpa, nee, ik ga toch terug. En Rut zegt, uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Ik wil bij u horen. Wat is dat dan? Is dat dan alleen maar een keus van Orpa en een keus van Rut? Of is dat misschien wat dieper? Zit daar het werk van God achter? Zijn verkiezing? Daar gaat het vanmiddag over, dat God aan het werk is. We gaan samen lezen uit Handelingen 13. We lezen Handelingen 13, vers 42 tot en met vers 52. En daarna lezen we artikel 16 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Paulus is samen met Barnabas onderweg in dit gedeelte. Het evangelie wordt verkondigd. En je merkt dan dat de verkiezing, dat God de mensen die voorbestemd zijn, dat geen dooddoener is, maar juist een aansporing om het evangelie te verkondigen. Daarom heb ik dit gedeelte gekozen. Handelingen 13 vanaf vers 42. En toen de Joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heidenen erop aan dat de volgende Sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. En toen de synagoge uitgegaan was, volgden velen van de Joden en van de godvrezende proselieten, Paulus en Barnabas. Die spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade van God te blijven. En op de volgende Sabbat kwam bijna heel de stad samen om het woord van God te horen. Maar toen de Joden de menigte zagen, werden zij met afgunst vervuld en spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd. Ze spraken niet alleen tegen, maar lasterden ook. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: het was nodig dat het woord van God eerst tot u gesproken zou worden. Maar aangezien u het verwerpt en u zelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Zo immers heeft de Heere ons geboden.
Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, omdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde. Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord van de Heere. En er geloofden er zoveel als er bestemd waren voor het eeuwige leven. En het woord van de Heere verbreidde zich door heel het land. Maar de Joden stookten de godvrezende en aanzienlijke vrouwen en de voornaamste van de stad op en ontketenen een vervolging tegen Paulus en Barnabas. En zij verdreven hen uit hun gebied. Maar zij schudden tegen hen het stof van hun voeten af en gingen naar Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Zover Handelingen 13. Lezen we ook nog een stukje uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 16 over de goddelijke verkiezing. En vervolgens zingen we uit Psalm 62, vers 65, vers 2 en ook vers 3. Welzalig dien gij hebt verkoren. Wij geloven dat, toen het gehele geslacht van Adam zich door de zonde van de eerste mens in het verderf en in de ondergang had gestort, God zich betoond heeft zoals hij is, barmhartig en rechtvaardig. Barmhartig, doordat hij diegene uit dit verderf trekt en verlost, die hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit de loutere goedheid verkoren heeft in Jezus Christus, onze Heere, zonder in het minste letten op hun werken. Rechtvaardig, doordat hij de anderen laat in de val en het verderf waarin zij zichzelf gestort hebben. Tot zover dit artikel.
Na de verkondiging zingen wij het Psalm 89, vers 8 en ook vers 1. Door u alleen, om het eeuwig wel behagen. Daar heb ik ook het thema van de preek aan ontleend. Door u alleen. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dat het van God afkomt. Drie punten als structuur voor de preek. We kijken allereerst naar onze ellendige keuzes. Vervolgens naar Gods verlossende keuzes. En daarna naar onze dankbare keuzes. Als je kijkt in artikel 16, dan begint dat met onze val, onze zondige keuzes. Ik trek het uiteraard breder dan wat daar staat. Gods verlossende kiezing, verkiezing. Nou ja, barmhartig en genadig, zo wordt hij genoemd. En onze dankbare keuzes, wat volgt daar nou op? Daar zegt het artikel niet heel veel over, maar de Bijbel wel. Wat in Efeze 1, dat is om God te loven. En dat het ook alle reden is volgens Handelingen 13 om evangelie te verkondigen. Dus door u alleen. Onze ellendige keuzes, Gods verlossende keuzes, onze dankbare keuzes. De gemeente van Christus, u vanmiddag hier aanwezig in de kerk, en ook u als u op afstand verbonden bent, we gaan even een paar maanden vooruit in de tijd. En we stappen op de fiets en we fietsen vanuit de Priokerk even naar de Dragonderweg. Want zo hebben we gehoord, vanaf 1 januari 2023 is daar een nieuw complex. En wat voor complex? Een moestuincomplex. En we zijn eigenlijk wel benieuwd. Het is natuurlijk leuk hè, om in de buurt van Veenendaal-Oost om daar een moestuincomplex te hebben. Maar werkt dat nou eigenlijk wel? Groeit daar wel wat? En we lopen het terrein op. We kijken eens rond. We zien hier een klein boompje nog. En we zien zo wat van die moestuintjes die verdeeld zijn. En daar groeien wat boontjes. Oké. En daar zien we spinazie. Iets verderop de aardappels. En we kijken zo wat rond. En als je zo rondkijkt, dan zie je, er is hard gewerkt. Mensen hebben hun best gedaan. Echt waar. En als je ook nog eens goed kijkt, dan zie je ook wel verschil. Want ja, die ene bonenstaak, ja, daar is het ontzettend mooi groen begroeid. Dat worden geweldige bonen. Maar dan zie ik die andere bonenstaak. Nou ja, dat is maar zo'n dingetje nog. En het ziet er niet zo fraai uit. En die ene rij met spinazie. Nou, dat is geweldig. Dat wil je eigenlijk gelijk wel oogsten. Maar die andere rij, dan denk je, nou ja, is dat het nou? Aan die kant zijn de aardappelplanten geweldig. En aan de andere kant zeg je, nou ja, kan wel beter. Je zou de kerk van Nederland kunnen vergelijken met een moestuincomplex. Het ene stuk is wat groter dan het andere stuk, maar het is als een moestuin. Er wordt hard gewerkt, er wordt van alles ondernomen om er wat te laten groeien. De evangelie wordt gezaaid. Tegelijkertijd merk je verschil. Daar groeit het evangelie hard. Daar wil het niet. Komt het misschien door de grond? Heeft het misschien te maken met te veel onkruid? Is de bodem verontreinigd daar of daar juist niet? Ja, hoe werkt dat in de kerk? Waarom zijn er mensen die dezelfde preek horen en de een gelooft het en de ander zegt nee, ik heb er niks mee. De een neemt het aan en de ander zegt geef mijn portie maar aan een ander. Hoe komt dat? Soms hoor je ook al mensen die zeggen, ja, ben je mee opgevoed met het geloof? Oh ja, dan snap ik wel waarom je gelooft. Ja, maar dan zeg ik ken mensen die zijn ermee opgevoed met het geloof. Met de paplepel hebben ze het ingegoten gekregen, maar ze hebben er nu niks meer mee. Ik zeg, en ik ken ook mensen die hadden er niks mee, die spuugden erop, maar die geloven intussen wel. Hoe komt dat? Ik weet van twee tweelingbroers. Een tweelingbroer. Allebei niet opgevoed met het geloof. En de een heeft er eigenlijk nog steeds maar heel weinig mee, terwijl de ander van harte gelooft en zich inzet voor de kerk. Hoe komt het? De een viert avondmaal en de ander zegt, nou ja, dat gedoe, dat hoeft voor mij niet. Wat is dat? Het kan vanmiddag ook weer iets zijn wat heel dichtbij komt. Want u gelooft. Maar uw kind. U deed belijdenis. Maar uw kleinkind vindt het maar helemaal niks.
Of jij, je was bij die bruiloft van die ene vriendin. En die hoort bij jouw vriendinnengroep. En allemaal dezelfde school hebben jullie meegemaakt. En de een die ging trouwen. En wat een warme bruiloft. Er werd gebeden, er werd gelezen, naar de kerkdienst. Je merkte dat dat koppel wilde echt met God leven. En een paar weken later ging die andere vriendin trouwen uit dezelfde vriendengroep. Maar God, geloof, Bijbel, Jezus? Niks. Komt dat door de opvoeding? Komt dat misschien door school? Komt het misschien door de preken? Ja, als ik dan vanmiddag naar mezelf kijk, als we gewoon naar binnen kijken, hoe komt het dat u gelooft, of juist niet? Heeft dat te maken met de geweldige opvoeding van uw ouders? Of de slechte opvoeding van uw ouders? Komt het misschien door uw goede interesses? Is dat het? Waarom u wel gelooft of niet? Of je grandioze keuzes? Nou, ik denk dat we vanmiddag een stap dieper mogen. En dan mogen we eens kijken naar onze keuzes. En dan pakken we de draad dus op waar we hem 2 weken geleden hebben laten liggen. Op Psalm 51, waar David dus kijkt in zijn hart en ons mee laat kijken. David, de gezalfde koning. David, de man naar Gods hart. Die maakt nou niet bepaald keuzes waarvan je zegt, dat is nou een voorbeeld. Hij maakt de keus om zijn dagen te vullen met leegheid. Hij maakt de keus om te kijken, weet u nog? Hij maakt de keus om te begeren. Hij maakt de keus om volgende stappen te zetten. Hij maakt de keus om het weg te willen stoppen. Hij maakt de keus om Uria in het nauw te drijven. Om Uria uit de weg te ruimen, maakt de keus om het allemaal zo'n beetje weg te moffelen. Zijn het nou keuzes die goed zijn? Ja, en dan kun je zeggen, ja, maar dat was niet het enige in die preek. Nee, dat klopt. Nathan kwam en hij beleed zijn schuld, hij beleed zijn zonde, hij had berouw. En hij kwam als het ware weer helemaal tot overgave naar de Here. Maar als je dan verder kijkt in zijn leven, is er dan vanaf dat moment dat hij geen zondige keuze meer maakt? Nou ja, als je kijkt hoe hij zijn kinderen opvoedt. Als je kijkt die zonde van de volkstelling. Blijkbaar maakt hij dan nog steeds zondige keuzes. Jij doet ook heus goede dingen. Hij doodde Saul niet. Hij bewijst Mefiboset, bewijst die genade. Hij heeft berouw, hij beleidt zijn zonde. Ook echt goede keuzes. Maar er zijn ook keuzes waarvan je moet zeggen, dat is nou niet zo best. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij Petrus. Kijk, we weten van zijn keuzes dat hij zei, ik zal u nooit verloochenen, ik zal u nooit verlaten. Maar hij deed het toch. Aangrijpend is het dat hij dat 3 keer deed en dat de Heer naar hem toe komt. En dat 3 keer toe aan hem vraagt, heb je mij lief? Hou je van mij? Heb je mij lief? Diep ingrijpend, daarom zal Petrus toch alleen maar goede keuzes willen maken. Dan wil je toch alleen maar met God leven? Nou ja, kijk in Galaten 2. Daar zegt de Heer, daar zegt Paulus tegen Petrus. Ja, wat je doet, dat kan niet. Hij noemt hem zelfs een huichelaar. Kan toch niet wat je doet? Wat is dat? Wij mensen, wij mogen keuzes maken. En worden geroepen tot bekering. We worden geroepen om de weg achter de Heer aan te gaan. Dat vraagt keuzes van ons. Maar als je dat wil, dan kom je erachter, het is nooit volmaakt. Hoe vaak is het niet met een bijbedoeling? Hoe vaak is het niet, vooral met het oog op onszelf? En dat kan ook pijnlijk zijn. Want als je hier dan zit en zegt, er zijn van die momenten dat de hemel de aarde raakt, dat God zo dichtbij is, dat ik hem met heel mijn hart mag omarmen als het ware. Dat ik weet, mijn zonden zijn vergeven, ik ben een kind van de Heere. En wat iemand ook zegt, ik dien u met heel mijn wezen. Wat als je dan tegen jezelf aanloopt op die andere momenten? Als je het verkeerde kiest. En daarin kom je erachter dat wij van Adam afstammen. Dat we net als Adam en Eva verkeerde keuzes maken. Dat we ervoor kiezen om te luisteren naar de slang. Dat we ervoor kiezen om toch te doen wat de slang zegt, ook al weten we misschien beter. Dat we toch nemen waarvan God zegt, doe dat nou niet, dat we die keuzes maken. En dat is lastig. Want waarom zitten we hier nu niet en kunnen we zeggen, wij geloven in de Heer en nu leven we volmaakt met Hem.
En wat kan het ook lastig zijn als je vanmiddag hier zit en je ervaart de brokken van je keuzes. Wat als je kind tegen je zegt, pa, omdat u zo'n huichelaar bent, geloof ik niet. Je zit al mooi zo vroom in de kerk, maar... Of wat als je God voor je gevoel soms kwijt bent? En wat als je zelf wel van harte gelooft en je bidt op je knieën voor je kinderen en je zegt, maar waarom willen ze niet? En waarom willen mijn buren er niks mee te maken hebben? Dat je tegenaan loopt waar Paulus en Barnabas tegenaan lopen in Handelingen 13. Dat ze zelf gegrepen zijn door het machtige evangelie. Maar dat ze merken, de Joden, ze wijzen het af. Ze stoten het van zich af en ze stoken mensen op. En ze zetten aan tot vervolging. En je zou toch wel willen dat je buren geloven. En als je de kans hebt, getuig je. En als je de mogelijkheid hebt, vertel je erover. Maar als er dan een moment is dat je samen de Bijbel opent en hun hart blijft potdicht, waarom? Je hoopt dat je kinderen op catechisatie iets meekrijgen, maar hun hart lijkt alleen maar harder te zijn. Wat is dat? Onze keuzes zijn vaak niet zo best. Ja, maar ik ben toch heel vaak in de kerk? Ja, dat zegt niet alles. Hofni en Pinaas waren vaak in de kerk, net als Samuel. Hofni en Pinaas dienen ten diepste God niet. Samuel wel. Ja, maar ik heb hele goede gesprekken en ik luister graag naar preken, uitleg over de Bijbel. Ja, kijk naar Orpa en Rut. Allebei hetzelfde getuigenis gehoord. Eén zegt, voor mij hoeft het niet. De ander zegt, ja, voor mij wel. Wat is dat? Ja, maar hij is zo geïnteresseerd in het geloof. Hij is er zo mee bezig. Hij is zo nieuwsgierig. Ja, de rijke jongeling was ook nieuwsgierig. Uiteindelijk haakt hij af. En de rijke Zacchaeus was ook nieuwsgierig. Maar die komt tot volledige overgave. Wat is dat? Hoe komt dat? Waarom lopen we daar zo tegen aan? Komt dat door onze keuzes? Past het gewoon beter bij mij dan bij jou? Past het beter bij u dan bij hem? Nou ja, de Bijbel laat zien dat als wij even naar de diepte gaan, naar de bron van waaruit wij keuzes maken, dat dan Romeinen 3 zegt, niemand zoekt God. Wij kiezen er van nature niet voor om God te dienen zoals hij gediend zou willen worden. Maar hoe komt het dan dat we God wel zoeken? Ik denk dat we dan ook een diepere reden mogen zien. Dat is Gods werk. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is nou Gods verkiezing. Zoals we lezen in Romeinen 8 vers 30. Degene die God van tevoren bestemd heeft, verkoren heeft, die heeft hij ook geroepen. En die geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Ja, zegt Petrus in 1 Petrus 2. U bent een uitverkoren geslacht. Ja, schrijft Lucas in Handelingen 13, vers 48. En er geloofden er zoveel als er bestemd waren voor het eeuwige leven. Kijk, wij hebben zo onze keuzes te maken, maar hoe vaak zijn die dan soms toch niet verkeerd? Maar daarom is het ook belangrijk om niet bij het eerste te blijven hangen, maar naar het tweede te gaan, naar Gods verlossende keuzes. Want, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis in het artikel dat we gelezen hebben, wij geloven dat toen het gehele geslacht van Adam zich door de zonde van de eerste mens in het verderf en de ondergang had gestort, zich betoond heeft zoals hij is, barmhartig en rechtvaardig. Barmhartig, doordat hij diegene uit dit verderf trekt en verlost, die hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit loutere goedheid verkoren heeft in Christus. Verkoren heeft. Misschien is er gelijk iemand die zegt, ja, moeten we het daar nou zo nadrukkelijk over hebben? Want ik heb iemand in de familie die is er op stuk gelopen. Die zegt, ja, als ik niet verkoren ben, dan kan ik wel naar de kerk gaan, maar het heeft totaal geen nut. Passief als wat. En dan is er een jongere die zegt, ja, als ik niet verkoren ben, ja, dan ga ik toch naar de hel, dan kan ik beter maar genieten van het leven. Zo loop je vast. Het gevolg is onzekerheid, ongeloof, twijfel. Maar besef dit,
Als God niet gekozen had, wie had er dan kunnen geloven? Als God er niet voor gekozen had, om terwijl Adam en Eva het paradijs uitgaan, om hen de moederbelofte te geven, wie had er dan gered kunnen worden? Als God er niet voor gekozen had, om als de wereld vergaan moet door water, om Noach te redden, wie had er dan kunnen redden? Als God Abraham niet geroepen had, wie had er dan gered kunnen worden? Omdat God verkiest, is er redding. Is er iets mogelijk? Omdat God verkiest, merk je dat Petrus het evangelie verkondigt. En Lydia die merkt, mijn hart gaat open. Ik hoor echt wat er gezegd wordt. Ja, als dat gebeurt in je leven, dan is het dus God die in je leven als het ware aan het sleutelen is. Die aan het werk is. Die je hart opent. Die preek ging eerst voep, zo langs je heen. Maar nu zit je anders in de kerk. Nu is er iets van een spons in je hart. Je zuigt het op en je zegt, ik moet daar wat mee. Ik kan er niet anders. Misschien is het hier een jongere die zegt, ja, wat herken ik nou? Dominee, had u 3 jaar geleden aan me gevraagd, geloof je? Had ik gezegd, ik heb zin om ermee te kappen. Ik heb er gewoon totaal niks mee. Vind maar een beetje traditie hier. Maar nu? En wat is dat dan? Ja, het raakt me nu, het komt nu binnen. Misschien zit hier wel een ouder iemand die zegt, ja, ik heb jarenlang de kerkbank warm gemaakt. Maar op een gegeven moment, het was alsof het me helemaal vulde. Het is nu van mij. En dan mag je dus zeggen, dat is God die een goed werk in je begon. Dat is iets van Gods verkiezende werk. Dat Hij je liet zoeken. Dat Hij je opnieuw geboren liet worden. Dat Hij het geloof schonk. Dat Hij in je werkte. Het willen en het werken naar zijn welbehagen. Wat is dat heerlijk. Ja, zegt iemand. Ik mag erbij vallen. Ja, zegt een ander. Ik zou dat wel willen. Ik zou vanmiddag, dominee, ik zou het eigenlijk ten diepste wel willen zeggen, dat ik er ook bij hoor. Dat ik echt geloof. Dat ik een kind van de Here ben. Maar mijn opvoeding. Maar mijn eigen gerichtheid. Maar ik denk dus dat ik er niet bij hoor. Oké. Waarom denk je dat je er niet bij hoort? Wat is de reden dat die gedachte in je hoofd een plek heeft gekregen? Kijk eens naar hoe God kiest. Ik noemde het net al. God koos om de moederbelofte te geven. Terwijl de wereld vergaat door de zondvloed, kiest God een weg van redding voor de wereld via Noach. Terwijl naar de torenbouw van Babel het één grote ellende wordt als het gaat over geloof, roept God Abraham. En hij roept het volk uit Egypte. En hij kiest ervoor om het volk uiteindelijk weer het ballingschap terug te brengen. God maakt zoveel keuzes in het evangelie waarin hij laat zien, ik heb geen lust in de dood van mensen, maar daarin dat zij zich bekeren en leven. Dat je bij God komt. Dat je hem mag zien. Wacht even. U bent een kiezende God. Ja, en dan die keus van de Vader om zijn Zoon te zenden. Die keus van de Zoon om te komen. De keus van de Heilige Geest om in mensenharten te werken. Ja, maar dominee, als ik hierover nadenk, dan loop ik voor mijn gevoel tegen een muur. Nou, als u dat herkent vanmiddag, hè, of als je misschien iemand weet die dit herkent, dan moet ik toch weer denken aan dat voorbeeld dat ik al eerder gebruikt heb. Het voorbeeld van de poort in de muur. Wij bouwen naar God toe een muur, maar God maakt er een poort in en hij zet aan onze kant boven die poort, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Klop en u zal worden opengedaan. Wie dorst heeft, komen en die nemen het water des levens om niet. En dat soort teksten. En als je dat dan mag doen, als je dan aangespoord wordt, ga in door de enge poort en je gaat er doorheen en je loopt dan door die poort en je kijkt naar de andere kant, dan staat daar, uit genade bent u zalig geworden door het geloof. Niet uit u, het is Gods gave. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. De uitverkiezing is een poort.
En als je uitverkoren bent en je gelooft in de Heer, dan merk je, hij opende mijn ogen, hij opende mijn hart, hij opende mijn oren. En dan mag je het meezeggen met Paulus. Het behaagde God om zijn Zoon in mij te openbaren. En dan mag je instemmen met Paulus in Efeze 1. Gezegend, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, omdat wij smetteloos zouden zijn in de liefde. Hij die ons voorbestemd heeft om als zijn kinderen aangenomen te worden door Christus Jezus, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van zijn heerlijkheid. Kijk, dan verwonder ik mij. Achteraf dus. God heeft het in mij gewerkt. Waarom heb ik de Heer Jezus omhelst in het geloof? Omdat Hij mij daartoe bracht. Waarom heb ik de Heer Jezus aangenomen? Omdat Hij mij lief heeft met eeuwige liefde. En dan kom je erachter. Voor ik naar Hem vroeg, vroeg Hij naar mij. Voor ik Hem begon te zoeken, zocht Hij mij. Voor ik überhaupt besefte dat ik genade nodig had, heeft Hij genade voor mij bereid. En omdat Hij kiest, staat het vast. Onveranderlijk. Ik val niet uit Gods hand. Ik sta in zijn handpalmen gegraveerd. In al mijn zwakte, mijn twijfel, mijn depressie, mijn dementie, mag ik daar op blijven staan. Dat het van hem komt. Is toch mooi? Misschien is er iemand die zegt, mijn moeder was dementerend. En mijn tante, en de kans dat ik het krijg, is heel groot. En wat als je er al mee te maken hebt? En voor je gevoel ben je soms de weg kwijt. Je vergeet zoveel. En dat je misschien ook het geloof soms lastig vindt. Wat is het dan heerlijk, broeder, zuster, als u daarmee worstelt? Dat wie in de Heer Jezus gelooft, mag weten, het is zijn werk in mij. En wat hij begonnen is, dat voltooit hij tot op de dag van Jezus Christus, ook al de hemel dement. Het is Gods verkiezende liefde. Ook als je een kind hebt. Iemand psychisch ziek is. Van jongs af aan geloofde ze. Ze zong de psalmen, maar ziek. Psychisch ziek. De Heere verkiest. Of daar zit iemand naast. Met handicap. Kan dat lastig zijn? Nee, broeders en zusters, het hangt er ten diepste niet van ons af. Maar het komt omdat God een God is die verkiest. Omdat God een God is die voorbeden doet. Want dan is Gethsemane zo prachtig. Daar staan ze allemaal. Satan heeft ze begeerd te ziften als de tarwe. Ze snappen niets van wat God doet. Maar wat zegt de Heer Jezus? Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Wat heerlijk. Dat je misschien te midden van alles wat je nog moet doen in het leven. De drukte van komende week. Nu vanmiddag, ik tegenover de Here. Als je dan mag bijvallen en zeggen, Here, u bent uw werk in mij begonnen. Maar laat het werk van uw handen niet los. Want wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Niemand toch? Wat een troost. Wat een houvast. Dan ga ik de kerk uit, dan ga ik morgen naar mijn klanten, ga ik naar het werk. En weet ik, in leven en sterven, ik ben van hem. Ja, soms voel ik het niet. Soms twijfel ik. Ik kijk naar mijn keuzes en denk, ja, nou, ben ik nou gelovig? Maar dan zie ik vanmiddag wie hij is. En dan weet ik, het ligt vast. En wie zou dan niet dankbaar zijn? Dan zijn we het derde punt van de preek. Onze ellendige keuzes, Gods verlossende keuzes, onze dankbare keuzes. Ja, iemand zegt, ja, nu gaat hij toch iets snel. Want ik heb dat artikel net nog eventjes gelezen. U las het niet, maar ik wel. En het einde van het artikel, dat triggert me. Er staat, God is rechtvaardig doordat hij de anderen laat in de val en het verderf waarin zij zichzelf gestort hebben. Gaat dat misschien over mij? Nou,
Zie goed hoe het er staat. Er staat laat. De Heere God laat mensen in hun val. Hij laat mensen in het verderf. Hij laat ze in hun hardheid. Hij laat ze op hun eigen gekozen wegen. Het is niet zo dat God ze daarin stuurt. Hij laat ze daarin gaan. Dus kijk dan niet te snel boos naar God. Ja, maar, zegt iemand, ik ben er toch al bang voor. Ben ik wel uitverkoren? Nou, hoe komt het dat je dat denkt? Wat is de reden dat u dat denkt? Waar in de Bijbel staat een reden, of is er iets waarvan je zegt, dat geeft mij reden om dat te geloven? Heb je dan een goede reden? Of is het iets wat je misschien meegekregen hebt, of wat in je hoofd groot geworden is? Want de Heere die komt met zijn evangelie naar ons toe en die zegt, wie tot mij komt, werp ik niet uit. Nergens staat in de Bijbel, dat en dat soort mensen zijn niet uitverkoren. Nergens staat in de Bijbel, maar zo en zoveel mensen van de Pnio-kerk zijn uitverkoren. Nergens staat in de Bijbel, je kunt wel bidden en Bijbel lezen, maar als je niet uitverkoren bent, heeft het geen nut. Er staat nergens. Er staat juist een aansporing. En als die gedachte, ben ik wel uitverkoren of ik ben zeker niet uitverkoren, als dat de boventoon voert, dan zijn dat dus geen gedachten die voortkomen uit de Bijbel. Zijn het geen gedachten van God. En dan komt het dus ergens anders vandaan. En bekering is dat je daarmee naar God gaat en zegt, Heere, hier worstel ik mee, maar leer mij geloven op uw woord. Want die uitverkiezing is een aansporing tot evangelisatie. In Handelingen 13, je merkt het, er komt tegenstand, zeker. Het gaat niet allemaal van een leien dakje. Maar als je Handelingen 13 leest, dan lees je niet dat Paulus en Barnabas zeggen, nou, de Heere God die verkiest, dus nou ja, maakt voor ons dan ook niet zo uit. God moet het maar doen. Nee, je zou dat stukje en het gedeelte eromheen eens moeten lezen en kijken naar het woord vrijmoedig. Die uitverkiezing, dat voorbestemd zijn, is voor Paulus en Barnabas nou niet iets wat hen remt in het evangeliseren, maar juist wat hen aanspoort. Want als ze uitverkoren zijn, dan gaan ze geloven. Vrijmoedig spreken ze, met recht van spreken, met vrijheid van spreken. Het is alsof Paulus zegt, ik ben zelf zo stilgezet door God. En als het voor mij kan, kan het voor jou, kan het voor u ook. Omdat er een verkiezing is, heeft preek zin. Omdat er een verkiezing is, heeft evangelisatie zin. Heeft catechese zin? Heeft het werk bij de poster zin? Heeft de cursus zin? Omdat God verkiest, heeft het zin om te getuigen van je geloof. Want de Heere zegt, wie tot mij komt, werp ik niet uit. En wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Hoor dan de uitverkiezing vanmiddag als een aansporing. Om het goede nieuws te verspreiden. Om te vertellen over de geweldige grote daden van de Heere. Zijn genade en barmhartigheid. Want God kan het hardste hart ombuigen en inwinnen. En dan is het ook een oproep tot lofprijzing. Ja, wie uit dankbaarheid met de Heere leeft, die wordt opgeroepen om hem te prijzen. Want God ontfermt zich over wie hij wil ontfermen. Hij heeft lief wie hij lief heeft. U bent een uitverkoren geslacht, zegt Petrus. Waarom? Dat je beter bent? Nee, geen haar beter. Waarom koos God nou het volk Israël? Waren ze zo goed? Was dat nou een volk met echte gelovigen? Nou ja, eigenlijk niet toch. Waartoe worden wij verkozen? Petrus zegt, hij heeft u verkoren opdat u de deugden zou verkondigen. Van hem die uit de duisternis tot zijn wonderlijke licht heeft getrokken. Waartoe ben je verkoren? Om te verkondigen. Om te vertellen dat de Heere goed is. Dat hij genadig is. Dat hij trouw is. Dat dat niet iets is wat zomaar ergens staat in koude, afstandelijke tekst. Maar dat het werkelijkheid is. Je bent verkozen om te zingen. Je bent verkozen om te loven.
om te prijzen. Omdat je gaat zeggen, ja, het is door u. Door u alleen. Toen ik u niet zocht, u zocht mij. Het is door u alleen. U trok mij. Geprezen bent u. U ontvangt alle eer, alle lof, alle dank. Dan is er vanmiddag geen reden, broeders en zusters, om te zuchten. Maar om te zingen. Ik moest denken aan deze bewerking van de dichter. Eigen roem is uitgesloten. Alle lof aan God alleen. Ik heb hem niet uitgekozen. Hij koos mij. Loof hem alleen. Zelfs voor ik nog werd geboren. Voor Gods hand die alles schiep. Lucht en land tot er leven riep. Heeft zijn liefde mij verkoren. God is liefde, hart en stem. Zing nu mee dit lied voor hem. Ja, dan mogen we onze knieën buigen in aanbidding. Dan mogen we vol verwondering kijken naar die Heere. Dan mogen we wijzen naar u. Het is door u alleen. Amen.
zullen we samen danken en bidden. Heren, wij danken u dat wij onze eigen redding en ons behoud niet zelf hoeven te verdienen. Heren, we zouden het ook niet kunnen. Wij danken u dat u de Bijbel door laat zien hoe u kiest vanuit uw hart om mensen te redden, opdat het evangelie de wereld overgaat, opdat uw koninkrijk komt, omdat uw wil geschiedt. En we danken u, Heren, dat u mensen verkiest en dat daardoor mensen zalig kunnen worden en dat daardoor al reden is om te preken, te getuigen, om te blijven bidden. En daarom naderen we tot uw aangezicht. Want Heren, wij zitten hier voor onszelf, maar we hebben ook een roeping voor de wereld om ons heen. En we vragen u, Heren, geef dat er zijn die nu nog buiten staan, die binnen mogen komen, die het woord mogen horen. En bereikt u ze maar op uw manier, maar die daardoor gaan zoeken en erachter komen dat u hen al zocht. Die gaan geloven en die erachter komen dat u het in hen gewerkt hebt. Heren, zo zijn er ook onder ons namen die in de ledenlijst staan of stonden. En ze gaan dan ons aan het hart, omdat er maar één naam is onder de hemel waardoor wij zalig moeten worden. En we dragen ze van harte aan u op. Vele ervan zijn gedoopt. U heeft uw naam aan hun naam verbonden. We vragen het u eerbiedig, Heren, maar mogen we u vanmiddag dan ook herinneren aan dat wat u heeft toegezegd. En ook al bidden zij niet meer en zoeken zij u niet, mogen wij dan voor hen bidden vanmiddag. Heren, maak toch waar wat u heeft beloofd. U weet dat we van nature u niet zoeken, maar u kunt met uw geest toch wonderen doen. Trek dan, Heren, roep mensen en gebruik ons dan maar. Geef ons woorden om te spreken. Zegen ons in ons getuigen en het soms ook in het vragen stellen om mensen aan het denken te zetten. Maak ons tot een licht, tot een zout. Gebruik ons om zo iets van uw genade zichtbaar te maken. Niet omdat wij zo goed zijn, Heren, want uit u, door u en tot u zijn we alle dingen. Heren, wij bidden u voor ieder die een taak heeft, in het bijzonder om het evangelie uit te dragen, binnen de kerk en naar buiten. Wilt u het zegenen, Heren? Zegent u ons zoals gemeente, zegent u onze gaven. Ook als we mensen willen helpen in armoede, als er veel eenzaamheid is, als er zorgen zijn, als er misschien in gezinnen ook wel problemen zijn, dat kinderen een rugzak hebben, als er speciale aandacht gevraagd wordt, als het veel vraagt van ouders, broers, zussen. Heren, als er veel nodig is, zegen dingen van de maatschappij die helpen daarbij. Heren, wilt u ons als gemeente ook een warm thuis laten zijn? We zijn zo verschillend en we zijn misschien ook wel wat groot om elkaar echt te leren kennen. Maar geef dat we ons verbonden weten door het geloof in u, door het werk van uw geest. Heren, gaat u met ons mee, ook komende week. Helpt u ons met alle praktische dingen van het leven. Zegen ons in ons werk, in dingen van thuis, in dingen van onze opleiding, als we misschien opzien tegen een toets of bezig zijn met verslagen. Help ons. Zegen ons. En geef dat we ook dat alles mogen doen voor u. Heer onze God, straks zal er na deze dienst ook een gezing in zijn. Dan mogen we verder gaan met u loven en prijzen. Geef een goede zing in. Een zing in, niet tot eer van mensen, maar tot uw eer. Heren, neem ook het verkeerde weg, het zondige van onze kant. Help ons om dicht bij u te blijven. En laat ons groeien in de genade en kennis van u, de Heer Jezus Christus. Om Jezus wil. Amen. U mag de Heer dienen met uw gaven. En vervolgens zingen we, zo mogelijk staande, onze slotzang, Psalm 52, vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven.
omdat gij het hebt gedaan. Psalm 52, vers 7. Straks na de dienst is er dus nog een zing-in om verder te kunnen zingen. Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.